met afgebruins. Wie heb ik aan de lijn? Hallo. Kun je het nog één keer herhalen? Met wie zei je? Met Abke Bruins. Goedenavond, Richard Paddenhuis, Geruis met Paddenhuis. Goedenavond. Je bent al in één keer live. Je bent al in één keer helemaal erin, zeg maar. Nou, wat gezellig. Wat leuk. Hè? En een openingsnummer van K3. Ja, leuk toch, of niet? Kan niet beter. Ja, hou je ervan, of niet? Ik vind dat fantastisch. Ja, hè? Ja, ook die Nederlandse dame die er nou bij is. Ik ben haar naam even kwijt, maar... Josje. Ja, Josje, want Kathleen is vertrokken, hè? Ja, die is een kind, druk, maar ze gaat solo, hoorde ik. Oh, ze gaat, oh, toch wel. Ja. Ze moet toch wat geld verdienen, zeg maar. Eenmaal een artiest, hè. Blijft erin, denk ik. Ja, precies. Maar jij ook een beetje, toch? Jij bent toch ook een beetje artiest, of niet? Ja, ik ben ook wel een beetje artiest, ja. Of ben je het gewoon al? Moeilijk om dat van jezelf te zeggen, natuurlijk, hè? Weet ik niet. Ik heb ervoor gestudeerd en ik werk er hard voor. En ik mag mensen soms verblijden en vermaken met mooie liedjes. En... Ja. Met het acteren van een mooie rol bijvoorbeeld. Nou, jij doet het voor mij hartstikke goed. Je bent heel bescheiden natuurlijk, zoals het dan hoort. Maar je bent gewoon, je bent gewoon winnaar van de Johnny Kraaikamp Musical Award, of niet? Ja. Nou, dat is toch helemaal super? Ja, dat was wel een hele verrassing inderdaad. Was het een verrassing? Even serieus, was het een verrassing? Ja, nou, weet je, wat kan je verwachten? En dan zeg je natuurlijk van, ja, niet zo bescheiden, maar... Ik ben 2 jaar geleden afgestudeerd en toen mocht ik gelijk een hele mooie productie spelen, Je Anne. En dat ging over het leven van Anne Frank en ik mocht de rol van Anne Frank spelen. Nou ja, en dat werd gelukkig heel goed ontvangen en daar was ik heel erg blij om. En ieder jaar is er een Johnny Kraaikamp Musical Award, gala. En daar was ik voor genomineerd. Maar dan sta je met sterren, weet je wel, op de lijst. De nominatielijst, dat je denkt, nou, dat ga je niet winnen, hoor. Ben je weer bescheiden, hè? Je hebt het gewoon goed gedaan. Je was gewoon de beste, punt. Heb je dit gezien dan? Nee, ik heb het niet gezien, maar... dat niet. Maar ik bedoel, als je zo'n award wint, laten we gewoon eerlijk zijn, dan heb je het gewoon goed gedaan. Ja, ik denk ook wel dat ik die rol wel goed heb neergezet. Ja, ik denk mooi, dat toch? Dat zeer geslaagd was. Mag ik naar je leeftijd vragen, of is dat heel... Oh, nee, hoor. Nee, ik ben er trots op. Okay. Ik ben 27 jaar. Okay. Nee, 26. Ach, pardon. Ja, over een maandje. Er is wel iemand jarig volgens mij, hè, vandaag, of niet? Ja, hoe weet jij dat nou? Ja, ik weet alles. Oh, je weet alles. Ik ben net Sinterklaas. Ik weet alles. Ja, er is iemand jarig. En die wordt 30 volgens mij, of niet? Die wordt 30, ja. Mooi, hè? Ja, dat klopt. Hé, hey, maar goed, wat is er zo leuk aan? Je studeert ervoor, je doet het nu, je bent een beetje doorgebroken, durf ik maar rustig te zeggen. Maar wat boeit jou nou zo? Vind je het mooi om mensen te vermaken? Of heb je zoiets van, ik vind het leuk om met muziek bezig te zijn? Of wat inspireert jou? Nou, wat mij heel erg inspireert is om mensen te raken. Oké. En dat is toch ook wel weer mijn kracht. Ik heb een eigen soloprogramma. Met Nederlandstalige kleinkunstliedjes. En dat zijn hele intieme nummers. En dat werkt ook het beste in een intieme setting. En dat spreekt mij heel erg aan. Dat je gewoon heel dicht het contact voelt met het publiek. En dat zij, dat zij zich helemaal in kunnen leven in het nummer wat ik dan zing. Ja, precies. En dat was met Anne Frank natuurlijk ook zo. Dat was zo'n... intens verhaal. En dat was een hele heftige gebeurtenis. Ja. Maar nou, en dat is wel mooi om dat te delen. Ja, precies. Maar goed, Anne Frank en de kerst. Voor mij is dat niet 1 en 1 is 2. Klopt dat? Nee, eigenlijk niet. Oh. Nee, ja. Toch is het niet 1 en 1 is 2. Nee, want ik vind de Anne Frank is natuurlijk oorlog. En dat heeft natuurlijk aan de ene kant natuurlijk met kerst. Dan moet iedereen weer vrede en dat soort dingen. Maar toch, ik kan de link niet helemaal leggen, persoonlijk. Alleen dan moet ik waarschijnlijk de musical zien, of niet? En dan snap ik het waarschijnlijk beter. Ja, nou ja. Ja, maar ik zag die vergelijking eigenlijk meer dat het ook een samenkomen is met kerst. Ja, precies. En dat ik straks bij het concert, dit wordt een te gekke kerst heten trouwens, dat ik nummers mag zingen om ook weer mensen een verhaal mee te geven en een geschiedenis. Het is geïnspireerd op de Passion, toch? Ja, klopt. Ja, de Passion. Er worden allemaal mooie nummers van toen en van nu. Dus ook het wordt ook heel erg in een modern jasje gestoken. En aan de hand daarvan wordt eigenlijk het kerstverhaal verteld.
Ja, kijk, daar gaat hij al. Ja, dan oké. Okay. Maar goed, het is op zaterdag 22 december? Ja, om 7:45 in de Odeon in Zwolle. Kaarten kosten €12,50 volgens mij. Ja, ja, en dat is wel heel tof hoor, want het is een 30-koppig orkest. Dus het is niet niks wat je dan te zien krijgt. En wij werken samen met ook heel veel jongeren die dezelfde passie hebben als ik. En, dus hoe is dat? Gaat dat goed of is dat best wel eens lastig? Nou, dat vind ik eigenlijk wel leuk. Ik vind het leuk om dat met hen te delen. En ik leer weer van hen en zij leren van mij. Ja. En ik kan hen natuurlijk ook heel goed ondersteunen, weet je wel. En zij zien ook gewoon dat ik ook gewoon een mens van vlees en bloed ben. En ja, dat ik zenuwachtig ben en nerveus. En dat ik ook gewoon alles goed moet voorbereiden. En dat het bij mij ook niet zo makkelijk er allemaal uitkomt. En dat je wel goed voor moet repeteren en dat soort dingen. Ja, ja, dus, ja. Okay. Ja, nee, dat is wel heel erg leuk juist om dat samen te brengen. Wanneer wist je dat je dacht van ik wil musicals gaan doen, ik wil daarmee verder? Wanneer was dat? Nou, ik was al 4 jaar. Toen ging ik op klassiek ballet. Oké. Okay. En nou, dat vond ik al heel erg leuk. Ik vind het gewoon heel fijn om mezelf te kunnen uiten door middel van acteren en zingen en dansen. En dat was vroeger al. Ik was 4 en ik zat op ballet. Ik was 4 en ik zat al op een kinderkoor. En ik heb vroeger heel veel in de kerk gezongen ook. Dat is ook gaaf, of niet? Vooral ook met de kerst natuurlijk. Ja, 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 ja. Ja, nee, maar dat vind ik heel tof om dat te mogen doen. Dus als kind zat dat er eigenlijk al in. Nou, toen zong ik en dans ik en toen dacht ik, hé, maar dat wil ik later, dat wil ik doen. Maar wat kan ik daarin doen? Toen dacht ik, oh ja, musical. Een musical, zing je, dans je, acteer je. Dus ja, nou, dat was 1 en 1 is 2. Ja, dat was inderdaad 1 en 1 is 2. Dus toen dacht ik van, ik ga op zoek naar een opleiding daarvoor. En toen heb ik in Tilburg aan de Hogeschool voor de Kunsten gestudeerd aan de Musical Academie. Dat is toch fantastisch om dan je werk er uiteindelijk van te maken? Ja, dat is erg leuk. Het is ook wel lastig, weet je wel, want je bent je eigen bedrijfje en je moet het toch allemaal zelf doen. Ze is weer aan het werk zien te komen. Je doet het gewoon goed. Ik doe het goed. Ja. Nou, als je het nog een paar keer zegt, dan ga je het geloven. Dan ga je het geloven, inderdaad. Nou, ik heb ook nog altijd de illusie om ooit radio betaald te krijgen, zeg maar. Wij zijn natuurlijk een lokale omroep. Maar om je werk daarvan te maken is natuurlijk helemaal fantastisch. Maar jij hebt dat gewoon bereikt en dat is super, toch? Ja, nou, dat is inderdaad helemaal te gek. Maar jij doet het ook goed, hoor. Ik heb een gezellig gesprek met je. Oh, dank je. Zeg het nog een paar keer, dan krijg ik ook een beetje zelf... Nee, flauwekul. Hey, maar muziek inspireert jou. Maar heb je ook een persoonlijke voorkeur? Nou, ik zing zelf persoonlijk heel graag Nederlandstalig. Omdat dat dicht bij mijn hart ligt. En dat vind ik het fijnst om de... Ja, ik merk dat ook. Als je Nederlandstalig zingt... begrijpen mensen elk woord wat je zingt. Dus de mensen die naar je luisteren begrijpen gelijk de tekst en ik kan het ook gelijk goed overbrengen. Kun je mij voorbeelden noemen? Want ja, Nederlandstalig, dan denk je misschien al gauw naar smartlappen en dat soort dingen. Totaal niet. Nee. Denk bijvoorbeeld aan een Karin Bloemen, weet je wel, of Treintje Oosterhuis, die heeft een heel mooi nummer De Zee. Ja, bijvoorbeeld, misschien ken je dat wel. Ja, of Wendy Snijder. Die kan ook wel hele mooie Nederlandstalige nummers hebben. Wie zijn dat? Wende Snijder, die zingt soms hele mooie koffers van Ramses Shaffi bijvoorbeeld. Oké. Een beetje die stijl, dat vind ik wel heel erg, spreekt me wel heel erg aan. Hey, en The Voice, wat vind je daarvan? Even eerlijk antwoord, hè? Nou, ik ben toevallig laatst benaderd door de scouting mensen van X-Factor. Ja. Of ik niet geïnteresseerd was om daar audities voor te doen. Oké. Dus toen heb ik, dat was toevallig 3 weken geleden. En toen heb ik over nagedacht. Mm-hmm. En toen ben ik ook al met hun in gesprek geweest. Want ik zou dat wel willen. Ja. Maar ik wil wel in mijn straatje kunnen blijven. Want je moet mij niet... ik ben geen Beyoncé-zangeres bijvoorbeeld. Nee, dat heb je... Volg je, sorry dat ik je onderbreek, maar volg je het ook een beetje of niet? Ja, ik volg het wel. Ik vind het fantastisch om naar te kijken. Sandra van Nieuwland, wat vind je daarvan? Ja, mooi. Maar mooi, heeft alleen wel een eigen stijl, maar ik ben benieuwd hoe dat straks dan gaat als zij wat verder komt. Want in principe kan zij alleen een beetje jazz zingen, als je het mij vraagt, hoor. Ja, of je jazz kan noemen, het is wel heel eigen tijd natuurlijk. Maar
Ja, zij heeft gewoon wel een hele eigen sound. En dat is wel belangrijk. Want dat bijvoorbeeld een bandsounders ook. Maar je houdt ervan of je houdt er niet van? Dat is zeker waar. Maar dat is eigenlijk ook wel tof. Ja. Want als je neemt bijvoorbeeld een Floortje. Als je het volgt. Ben ik fan van, ja. Ja, Floortje ben je fan van. Maar die kan alles zingen. Dat is een geweldig zangeres. Die kan alles. Ja. Maar is zij wel zo identiek? Nee, ik denk het niet, want anders was ze de vorige keer wel de winnaar geworden. En ze gaat het gewoon opnieuw proberen natuurlijk, waar ze gelijk in heeft. En nogmaals, ik vind haar absoluut een van de betere op dit moment. Maar goed, nogmaals... Ja, qua zangeres vind ik haar de beste, want zij heeft de beste technieken en alles. Ja. Zij is een geweldig zangeres. Alleen, wat is interessanter? Zo'n Sandra is bijvoorbeeld wel heel erg interessant. Qua sound en qua nummers. Ik vind het soms wat interessanter om naar een zangeres te luisteren die niet helemaal perfect is. Oké. Okay. Ik vind dat vind ik vaak ook wat mooier. Wat meer karakter zit er dan in. Als het allemaal heel technisch is. Dan. En, ja, precies. En dan het beeld erbij. Ik persoonlijk vind ik het heerlijk om muziek aan te hebben. Ik hoef er niet altijd beeld bij te hebben. Alleen maar luisteren. Mm-hmm. Gewoon even, weet je wel, in deze dagen weer tussen donker buiten. Gewoon even gezellige kaarsjes aan en dan heerlijk naar muziek luisteren. Dat is fantastisch. Ja. En dat zou je denk ik eerder hebben bij een Sandra weer dan bij een Floortje. Jij snapt hem. Toch? Ja, dat denk ik ook. Hey, zullen wij in plaats van Treintje gaan draaien dan voor jou? De Zee? Ah, ja. Het over. Ik denk, doen we ga je die draaien? Ja, die ga ik hierna draaien. Oh, fantastisch. Ja. Hey, ik wil jou bedanken. Ja, en ik jou ook. En heel veel succes zaterdag 22 december in Zwolle is het, geloof ik, hè? Ja, klopt. Want jullie zitten in Groningen. Ja, wij zitten in Vlagtwedde. Dus de meeste mensen die nu aan het luisteren zijn, wonen in Groningen. Ja. Klopt, ja. Dus niet heel ver van Zwolle, toch? Nou, we hebben natuurlijk www.radiowesterwolde.nl en dan is het natuurlijk wereldwijd, hè? Ja, precies. Dus maar het lijkt me heel leuk als mensen ook naar onze concerten komen luisteren. Zijn er nog veel kaarten trouwens, of niet? Er zijn nog wel wat kaarten. Oké. En dan zou je op www.ditwordeentegekkekerst.nl kunnen kijken. Ditwordeentegekkekerst.nl. Nou, ik verwijs iedereen naar die website. Doe ik even via facebook.com/geruisuitpadhuis. Dat is het radioprogramma. Ik zal de link er even opzetten en dan maak ik ook nog een beetje reclame voor jullie. Helemaal leuk. Ja, hey, dankjewel. Hele fijne avond nog en heel veel plezier nog. Want volgens mij ga je een hoop plezier beleven vanavond. Ik heb een feestje. Ja, een feestje. Jaren 80 feestje? Ja. Oh, dat is... Of verklap je nu het een en het ander? Nee. Ja, omdat degene die jarig is 30 geworden. Ja. En dat is van jaren 80, hè. Ze gaan terug in de tijd. Oh, wat leuk zeg. Fantastisch. Ja. Ik heb mijn outfit al aan. Je hebt die outfit al aan, oké. Okay. Ja, super. Even kijken hoor, want mijn computer laat mij... Ja, nee, daar is hij toch. Hij laat me niet in de steek. Hey, heel veel plezier vanavond. En ik hoop dat je heel veel mensen zult treffen op 22 december. Lijkt me helemaal fijn. Oké, okay. Hey, we spreken elkaar. Oké dan. Doei. Hoi. Nou, dat is over dit interview over een te gekke kerst natuurlijk. Samen met mevrouw Bruin, zo noem ik haar gewoon. En wij gaan voor haar draaien, Treintje Oosterhuis. Omdat ze dat gewoon fantastisch vindt en haar inspireert met de zee. Soms zijn de zee en ik.